Hey, dit is Colin Gaat, mijn vlog over sport en bewegen in Stadden Ommeland. Zondag ga ik de 4 mijl lopen. En ik heb begrepen dat het niet onverstandig is om je daar een klein beetje op voor te bereiden. Daarom ben ik hier aan de Hoornse Diep in de stad. Om 9 uur 's ochtends, ik ga hem hardlopen. Hey, goedemorgen, ik ben Colin. Welkom. Hey Niel, jij komt vandaag mee trainen? Ja, ik kom mee trainen, ja. Ja, want je gaat de 4 mijl lopen. Ik heb ook wel zin in, maar ik ben gewoon best ongetraind. Mm-hmm. En ik ben sowieso niet zo'n hardloper. Daar kunnen wij je bij helpen. Wij zijn hier bezig met de 4 mijl clinics vanuit Loopplezier. Ja? We geven allemaal verschillende hardlooptrainingen. Ah, mooi man. Ja, ik heb ook wel eventjes nodig. Goede voorbereiding. Ja, dat is half mijn werk, toch? Ja, precies. Zo is dat, man. Ja. Heb je tips voor me? Een goede voorbereiding is natuurlijk goed. Dan heb je ook minder kans op blessures. Ja. Maar daarvoor heb je ook goede schoenen nodig. Ja, dat zal ik even laten zien. Kijk, dit zijn... Oh, die vallen bijna uit elkaar, zie je. Ja, zijn wat oude schoenen. Dus ik denk dat het handig is om eerst te gaan kijken naar een goede hardloopschoen voor jou. Oké. Okay. Ja, dus dan mag je meelopen naar mijn collega. Hoi. Hey, ik ben Colin. Ik ben Frank. Hey Frank. Welkom. Ik ga voor jou nieuwe schoenen aanmeten. Wat ik even ga doen, ik ga je laten zien hoe je loopt. En op basis daarvan gaan we kijken wat voor type schoen bij jou past. Je kunt je schoenen aanpassen op alle loopstijlen en dat verdeel je in 2 categorieën. Een neutrale schoen of een schoen met een ondersteuning. Kijk Colin, de bedoeling is nu dat jij straks een stukje gaat hardlopen. En dat traject ga ik eventjes filmen en dan gaan we dat eventjes nader bespreken. Oké, okay, goed. Ja? Yes. Oké, okay, go. Ja, super man. En dan zie je dat hij heel erg naar binnen komt, zie je dat? Ja. Ziet er een beetje eng uit, maar dat is een pronerende loper. Hè? Naar binnen toe? Ja, heel erg naar binnen toe. Wat gaaf om te zien eigenlijk. Ook deze zie je heel erg naar binnen komen. Ja. Best wel ver hè? Ja. Dat lijkt best wel eng zo, en flop! Ik ga voor jou andere schoenen halen, want deze schoenen zijn eigenlijk niet de juiste schoenen. Die missen eigenlijk de ondersteuning. Ja. Dus ik pak jou nu een schoen met zijn ondersteuning. Echt een verschil, ja. Bedankt, hè. Hey. Bedankt, joh. Bedankt, hè. Ik ga aan de slag hier zo. Deze gooi ik in die donatiedoos hier. Oké. Nou, daar gaan we. Ja, we gaan eerst even een stukje wandelen richting het park. Ja. Eigenlijk ons eerste gedeelte van de warming-up. En zodra we daar zijn, gaan we lekker hardlopen. Ah, mooi man. En dus we gaan een stukje hardlopen nu. Ook even een stukje wandelen. Dan zorgen dat we goed warm worden. Ja. Zodat we echt de parking zijn. En dan gaan we daar nog wat extra oefeningen doen. Ah, goeie man. Ja. We gaan even heel rustig beginnen met een tripling. Daarna gaat de knie ietsjes hoger. En het laatste stukje mag je de skipping met je handen hoog doen. Hup, iets erbij. Hup. Oké. Okay. Dit is apart, hè? Het is een apart movement wel. Zeker. Oké, we zijn nu klaar voor het schema wat we gaan lopen. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go, man. Eerst een rondje rustig aan, hè? Altijd een valkuil, dat je te snel begint. Ja. Dat je te veel wil. Nou, je begint, heb je nog energie, denk je? Ja, dat gaat snel weg, hè? Ja. Zo. Ah, het is wel echt een mooie dag om te gaan lopen hoor. Eens kijken joh. Het is de morgenstond toch? Met goud in de mond en zo. Heerlijk. Yeah. En nu? Heb je eventjes een half minuutje pauze en dan gaan we het volgende rondje in, maar die moet ietsje sneller. Waarom doe jij hardlopen? Ik heb gemerkt dat ik me er gewoon heel lekker bij voel. Je zat wel even doorbijten om hier aan de start te komen. Zaterdag morgens 9 uur. Ja. En nu hebben we ook nog een doel gesteld dit keer dat we een 4 mijl meedoen. Dus dat inspireert meer om te gaan doen. En samen lopen, dat inspireert ook. Het is wel heel gezellig, maar er moet wel weer wat gebeuren. Hè? Oh man. Ja. We moeten weer, hè? Ik ga weer. We moeten weer. Ja, we praten te veel. Kom hier weg, we gaan weer. Ja. We gaan weer. Je hebt het tempootje ook goed in, hè? Ja. We trainen nog niet eens zo lang. Nee? En wat vind je zo mooi aan hardlopen dan? Vind je het überhaupt wel mooi of is het gewoon een noodzakelijk kwaad? Nou, mooi. Ik vond het nooit zo leuk. Maar de laatste tijd vind ik het gewoon, als je zo loopt, kan je hoofd lekker leeghalen. Ja. En dat je het goed doet. Oh, dankjewel. Het geeft even een goede, goede boost nog eventjes. Oké, okay, dan. Je hebt ook nog wat langer. Ja, goed gedaan. Oh, dankjewel. Ik zag de eerste heel erg tegenop. En nu ik helemaal bezig ben, lekker weer erbij, leuke groep mensen, voel ik toch al die runners high al een beetje komen. Waarom doe je mee met deze hardloopkliniek? Het werd hoog tijd om een beetje te gaan sporten, vond ik zelf. Ja, hoezo? Ik heb 4 jaar niks gedaan. Dan begon je wat te merken, zeg maar, dat je een tijdje stil stond? Ik ben gewoon hartstikke lui. Ja. Netflix was mijn beste vriend. Dat moest
er wel een beetje vanaf. Ja. Wat was er dan een moment dat je dacht, ik ga hardlopen? Ja, ik weet, na de vakantie, past er geen broek meer. Ik dacht, nou is het klaar. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Goed zo. En met jou, Colin? Nou, ik hou er nog wel vol. Ja? Ik hou er nog wel vol. Nog even doorbijten. Ja, zeker. Hoe vaak doe je dit hardlopen eigenlijk? Minstens één keer per week. Oh ja? Ja, als ik dat gewoon niet één keer per week doe, dan ga ik me heel erg ellendig voelen. Echt hoor? Ja. Wat voor een verschil merk je dan? Nou, ik voel me dan echt niet fit als ik het een poosje niet doe. Heb je nog een tip voor de loop zelf, hoe die dan te lopen? Niet snel beginnen. Zodra je haren uit bent, pak je lekker je eigen tempo. Ja. En zodra je dan over het viaduct heen komt, kan je rustig gaan versnellen, als dat nog kan. En een vismarkt eindsprintje? Daar moet je altijd sprinten. Ja, toch? Ja, precies. Volgende dat is wat we doen. Oké. Jullie mogen de eindsprint nu nog oefenen, met je laatste rondje. Oh ja, we gaan nog één rondje sprinten. Laatste rondje. Zal ik volle bak gaan? Ja, dat mag wel. Oké. Okay. Niet volhouden, Colin, hè? Ja, ik verzwak een beetje, hè. Oh, kom op. Oei. Nou. Oh, dankjewel man. Oké dan. Nee. Super. Oh, super gedaan. Het voelt wel echt lekker. 'S ochtends flink stukje hardlopen. Lijkt hier nou leuk eens een keer om mee sporten of bewegen met jou of jullie? Stuur me een berichtje. @gewoongaan.tv of ga naar de website www.gewoongaan.tv. Tot later. Oh ja, en ik ga dus de 4 mijl lopen, aanstaande zondag, live op Facebook. Dus check de Facebookpagina van OogTV, de Facebookpagina van Gewoon Gaan TV. Het zou leuk zijn als je komt kijken in real life langs het parcours of op Facebook, om mij door die 4 mijl heen te slepen. Zie je dan, later.